We beginnen met LithiumWax. Ja, kent u dat verhaal van een batterijencampus waar 2000 tot 3000 mensen zouden gaan werken? Nou, die kwam niet. Althans, niet in 2019 en ook niet onder aanvoering van ondernemer Kees Kolen. Dat wisten we natuurlijk al sinds eind vorige week. Maar wat we niet wisten, is dat het nog wel eens lastig kon worden om de verstrekte lening van 7,5 miljoen aan het bedrijf LithiumWax terug te halen. Zoals verstrekker OostNL wel wil. Als LithiumWax geen binding meer heeft met Twente, dan vind ik dat de vordering die we hebben van 7,5 miljoen totaal, dat die terugbetaald moet worden. LithiumWax is ook een onderneming die nog gewone activiteit heeft. Dus we gaan met hen in overleg over terugbetaling van de lening. Ja, in de studio Hans Bellert, collega. Fijn dat je er bent. Het ligt allemaal nogal gevoelig, hè? Ja, de politiek die eromheen zit, maakt het natuurlijk gevoelig. Die lening is verstrekt door OostNL. Maar er is in de politiek, in de provinciale politiek in Overijssel over gepraat. En je zou kunnen zeggen dat die lening ook gedeeltelijk op voorspraak van onze gedeputeerde economische zaken, Eddy van Heijem, tot stand is gekomen. Mm-hmm. En er waren ook politieke partijen tegen. Want het moest in september vorig jaar met stoom en kokend water. Want ja, plannen, het ijzer moet je smeden als het heet is. Ja. Kees Kolen stond te trappelen. Ja, dus iedereen was razend enthousiast op dat moment. Oké, er waren natuurlijk wel voorwaarden toch gesteld aan die lening? Ja, er zijn voorwaarden gesteld. Alleen welke precies is niet bekend. Want OostNL geeft uiteindelijk dat geld uit. Dat is een investeringsmaatschappij die voor Overijssel en geld diverse fondsen beheert. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een regionaal fonds voor Twente waar geld uit is gekomen. Alles bij elkaar 7,5 miljoen overgemaakt aan LithiumWax. Maar even voor de duidelijkheid, dat geld is dus geld van ons? Ja, het is gewoon publiek geld. Dat is van ons, zou je kunnen zeggen. Ja. Jazeker. En dat geld is dus overgemaakt onder voorwaarden. Welke voorwaarden precies, weten we niet. Want ja, OostNL werkt als investeerder. En over het algemeen is het niet gebruikelijk dat de investeerders laten weten op welke manieren ze geld overmaken en welke voorwaarden daaraan zitten. Dus dat weet de politiek ook niet. En dat was ook het moeilijke in september vorig jaar toen de provinciale politiek daarover sprak. En eigenlijk niet wist wat er precies was afgesproken. Ze moesten maar geloven op de blauwe ogen van Eddy van Heijem. En die geloofde weer op de blauwe ogen van Kees Kolen dat er iets heel moois zou ontstaan in Twente. Ja. Nou, heb jij vandaag gesproken met LithiumWax, met een woordvoerder. Wat zeggen ze dan precies? Nou ja, ik vroeg, komt dat geld terug? En toen zei de woordvoerder, nou in principe niet. Want LithiumWax is nog steeds een bedrijf dat een vestiging heeft in Hengelo. En een van de voorwaarden van die lening was ook dat ze actief zijn in Twente. Ja, we zijn nog steeds in Hengelo. En zo zei die woordvoerder ook, het plan zoals Kees Kolen had, ja, zouden we in principe nog steeds kunnen uitvoeren. Maar alleen dat tempo halen we natuurlijk niet. En die woordvoerder, zat hij dan ook in Hengelo? Nee, niet die woordvoerder zit in Londen. En ik heb even opgezocht wie het was. Dat is een man die daar een PR-bureau heeft, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, en afgelopen dinsdag is er ook al een gesprek geweest tussen OostNL, de man die we zojuist zagen, Marius Prins, en de grote baas van LithiumWax. Ja, en daar is niks uitgekomen. Het resultaat is dat de heer Prins weer terug is gekomen en nog steeds niet duidelijk is, wat gaat er nou met het geld gebeuren? Ja, bijzonder verhaal. Laten we ook even kijken naar wat Kees Kolen, de aanjager van alles, er eerder deze week over zei. OostNL heeft de lening verstrekt aan LithiumWax. Aan LithiumWax moet die lening terugbetalen volgens afspraak. En LithiumWax is nu een Amerikaans bedrijf zonder u en die gaan dat ook doen? LithiumWax is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Nederland. En maar alle activiteiten wereldwijd vallen onder LithiumWax Nederland. Ja, is dat nu wel zo dan, Hans? Feitelijk klopt het allemaal. LithiumWax heeft de houtstermaatschappij De Holding in Eersel, ergens in Brabant. Dat is geen Twente. Stond daar niet in de voorwaarden. Nee, maar dat was een van die buitengewone voorwaarden waar de provinciale politiek ook mee akkoord is gegaan. Dat OostNL dat geld overmaakte naar een bedrijf buiten Gelderland of Overijssel. En tegelijkertijd heeft dat LithiumWax een activiteit in Twente, in Hengelo. Daar zit gewoon een BV die aan het werk is. Dus feitelijk klopt het allemaal nog volgens die voorwaarden. Ja, maar het ligt niet lekker en het geld is uiteraard niet terug. Nee, het ligt natuurlijk niet lekker. Kees, een van de voorwaarden, zoals de provinciale politiek dat ook heeft geschetst, is Kees Kolen is onze man. Hij is het boegbeeld. We kennen hem van Booking.com, daar is hij heel rijk mee geworden. Ja. En hij is oud-student van de UT, dus dat voelde allemaal goed aan. Ja, Kees Kolen is vertrokken bij LithiumWax. Ja, en daarmee is het boegbeeld weg. En het plan feitelijk is er ook niet meer. Wie moet dat plan nu ten uitvoer brengen, als het er al is? Allemaal vragen waar ook de politiek gaat over praten met elkaar volgende week, hè? Ja, volgende week woensdag zal de positie of zal dat geld ter sprake komen. En zal ook misschien toch wel, of weet ik zeker, zal gepraat worden over de positie van Eddy van Heijem. Want die heeft zich uiteindelijk ook hard gemaakt natuurlijk voor het geld. Spreken we jou volgende week vast weer. Ja. Dankjewel, Hans Bellert.